Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Kijken we nog even naar theorie B van hoofdstuk 14. En dat is het laatste stukje theorie van hoofdstuk 14. Dus na de vakantie hebben we nog 1 uurtje om nog wat sommetjes te bekijken van die laatste theorieblokje. En dan nog kunnen we nog even kijken naar de D-toets. En dan gaan we hoofdstuk 15 nog even maken voordat we het ST'tje gaan voorbereiden. En dan heb je alles gehad en dan weet je alles en dan kan je examen doen. Ja, dat is leuk. Deze theorie die heb je al een keer gehad en die heb ik ook al een keer uitgelegd. Maar ik wil er graag nog wel iets over zeggen. En ik heb ook bovendien nog nooit een filmpje over gemaakt. Over 1 puntje wat ik op zich wel grappig vind. Dus ik ga toch eventjes voor jullie dit filmpje maken en even wat uitleggen. En mijn bijzondere punt maken. Het boek doet namelijk iets anders dan vorig jaar. En dat zal jullie een zorg zijn. Weet jij veel wat het boek vorig jaar deed. Maar het is op zich wel grappig, dus ik wil dat even benoemen en laten zien dat het eigenlijk wel gewoon hetzelfde is. Oké, wat was ook weer de parametervoorstelling van een parameterkromme? Een parameterkromme, daar heb je zeg maar de x en de y als aparte functies van t. En dat betekent dat zo'n ding meer kan doen dan een grafiek van een functie. Kijk, hij kan bijvoorbeeld bij 1 waarde van x, kan hij meerdere waardes hebben van y. En dat kan met een functie niet. Bij een functie heb je altijd gewoon een x en er hoort een y bij. Je kan maar 1 y hebben bij elke x. Maar zo'n parameterkromme geeft je wat meer vrijheid. Dus dat is grappig. Dus de x is een functie van t, de y is een functie van t. En dat ding dat kan gewoon zo door het hele vlak lopen en allemaal leuke dingen doen. Dus is een functie en is een functie. Nou. En dit gaan we even dan relateren aan vectoren. En dat hebben we ook wel eens gedaan. Kijk, op elk punt heeft dit ding een bepaalde snelheid. En dat is de snelheidsvector. En die snelheidsvector die hangt ook af van t. Dus functie van t. Dus we hebben de plaatsvector. R. Als functie van t. Is gewoon x als functie van t. En y als functie van t. De snelheidsvector, en dat kan je doen met de definitie van differentiëren als je het graag wil. Dat is gewoon de afgeleide van de x-component van de plaatsvector en de afgeleide van de y-component van de plaatsvector. Dit is de snelheidsvector. De snelheid zelf, dat is de baansnelheid. Dat is gewoon de lengte van de snelheidsvector. Dus dat is v als functie van t tussen absolute waardestrepen. En dat betekent, voor Pythagoras, ik doe de afgeleide van x als functie van t in het kwadraat en de afgeleide van y als functie van t in het kwadraat. Daar wordt er van door je Pythagoras krijg je de baansnelheid. De reden is dat de snelheid altijd in de richting is van de baan. Als jij op de baan zit en je hebt de snelheid die niet in de richting is van de baan, dan ga je van de baan af. Dus de baansnelheid is eigenlijk altijd gewoon de lengte van de snelheid. Dat is leuk. Maar bij versnelling is dat anders. Hè? Want je kunt misschien wel raden, als snelheid de eerste afgeleide is van de plaatsvector, dan is de versnelling de tweede afgeleide van de plaatsvector, ofwel de afgeleide van de snelheidsvector. En de afgeleide van de snelheidsvector, dat is gewoon boven differentiëren, dan krijg je de tweede afgeleide van x, en onder differentiëren, dan krijg je de tweede afgeleide van y. En waar ze dan heel dol op zijn in dit boek, is de baanversnelling. En ik had net gezegd, de baansnelheid is altijd, de snelheid is altijd in de richting van de baan. Hè? Dus de baansnelheid is gewoon de lengte van de snelheidsvector. Maar de versnelling is niet altijd in de richting van de baan. En dat hebben jullie misschien wel eens gemerkt als je in een achtbaan hebt gezeten of zo. Bijvoorbeeld, je komt van heel hoog en dan ga je hier over zo'n heuveltje. Je gaat heel hard over dit heuveltje. Als jij hier in je karretje zit op dit heuveltje, dan word je eigenlijk heel hard naar beneden gesleurd door dat ding, omdat hij hier naar beneden gaat, terwijl jij zoiets zegt van, ik wil een stukje omhoog. Maar dat karretje zegt, nee, we gaan naar beneden. Dus die versnelling, die is niet in de richting van de baan. Hij is gedeeltelijk in de richting van de baan, maar niet helemaal. De snelheid is wel altijd in de richting van de baan, maar de versnelling niet. En dan zijn ze in dit boek geïnteresseerd in van, maar wat is nou de component van de versnelling die wel is in de richting van de baan? En in het huidige hoofdstuk, in het huidige boek zeggen ze van, dat is simpel. De versnelling in de richting van de baan is gewoon gelijk aan de afgeleide van de baansnelheid.
Nou, dat is heel leuk. Een leuke manier om er naar te kijken. En dat hebben we ook een keertje gedaan in een ST. Maar vroeger kregen we daar een hele andere formule voor. Namelijk deze. Moeten we dat kennen, meneer? Ja, nee, maar het is wel leuk als je er een klein beetje snapt waar het vandaan komt. Ze zeggen die baanversnelling, vroeger leerde je dat de baanversnelling gelijk was aan het inproduct van de snelheidsvector en de versnellingsvector. Wat was inproduct ook alweer? Nou, de x keer elkaar plus de y keer elkaar. Weet je nog? En dat moest je dan delen door de lengte van de snelheidsvector. Als je dit doet, dan krijg je ook de baanversnelling. Nou, en ik wil even laten zien dat deze dingen op hetzelfde neerkomen. En dat het inderdaad ook allebei de baanversnelling is. Kijk. Laten we eerst eventjes die afgeleide gaan uitrekenen. Hè? Want de baansnelheid is gewoon het Pythagoras gedoe. Dit. Dat was de afgeleide van x als functie van t in het kwadraat. En de afgeleide van y als functie van t in het kwadraat. En dit moeten we dan differentiëren. Oh, maar dit is gewoon een wortel. En een wortel kun je differentiëren door het kettingregel te doen. Dus dan krijg je, als je dit gaat differentiëren, krijg je 1 gedeeld door 2 keer. Die gedeeld door vind ik leden. 1 gedeeld door 2 keer die wortel van je x-accent als functie van t in het kwadraat en je y-accent als functie van t in het kwadraat keer de afgeleide van de binnenkant. Maar de afgeleide van de binnenkant is 2 keer x-accent van t keer x-dubbel-accent van t. Hoezo, meneer? Nou, kijk, die x-accent in het kwadraat, dat is ook weer een kettingfunctie. Dus dat kwadraat differentieer je door die tweede voor te zetten. En dan krijg je die x-accent krijg je dan tot de macht 1. Maar je moet nog een keer de afgeleide van de binnenkant doen. En de afgeleide van x-accent is x-dubbel-accent. En dat doe je ook voor y. Dus dan krijg je 2 y-accent van t keer y-dubbel-accent van t. En dan zie je 2 mooie dingen gebeuren. Dan zie je namelijk die factor 2 hier. Die kan je buiten haakjes halen. Kan je wegstrepen tegen die. En dan hou je over x-accent van t keer x dubbel accent van t plus y accent van t keer y dubbel accent van t gedeeld door de wortel. Oh, maar dit was gewoon de lengte van de snelheidsvector, weet je nog? Daar hadden we het over gehad. En dit hierboven, dat is het inproduct van de snelheid en de versnelling. Kijk, de x van de snelheid keer de x van de versnelling plus de y van de snelheid keer de y van de versnelling. Dus je kunt laten zien inderdaad dat die afgeleide van de baansnelheid inderdaad dit is. En dit is de formule die jullie vroeger moesten leren voor de baanversnelling. Maar is het wel de baanversnelling? Kunnen we ook nog laten zien dat deze formule ergens uit volgt? Hè? Want hij volgt nu uit dit. En op zich vind ik dit wel geloofwaardig dat de afgeleide van de baansnelheid de baanversnelling is. Maar kunnen we het ook op een meetkundige manier inzien? Nou, misschien kan dat wel. En dan moeten we eventjes kijken naar een plaatje. Dus hier hebben we onze achtbaan. Hier hebben we onze snelheidsvector en hier hebben we even onze versnellingsvector. Ik teken hem eventjes omhoog, want dan, ja, dan kan ik het beter zien. Dus dit is mijn V en dit is mijn A. En ik wil de component van A in de richting hebben van de baan. En we weten al dat de snelheidsvector in de richting is van de baan. Dus eigenlijk wil je gewoon dit. Je hebt hier een loodrechte projectie en dit stukje hier. De lengte van dit stukje hier, dit is je baanversnelling. Maar dit is gewoon een rechthoekige driehoek. En de schuine zijde is de versnelling. En deze hoek hier, dat is de hoek tussen de snelheid en de versnelling. Laten we deze hoek eventjes phi noemen. Maar in dit geval is dat dus gewoon de aanliggende zijde. Dus dan kan je zeggen de baanversnelling, A baan, is gelijk aan cosinus van phi keer de lengte van de versnellingsvector. Maar meneer, dit lijkt helemaal niet op dit. Dat klopt. Maar de cosinus van de hoek tussen twee vectoren, daar hadden we een formule voor. Dat was het inproduct van de vectoren gedeeld door de lengtes van de vectoren. Weet je nog? En als je dat doet, dan zie je dat die lengte van A wegvalt. En dan krijg je precies die formule terug.
Dus ja, er zijn een soort vier of drie, er zijn veel manieren om te kijken naar die baanverstelling. En gelukkig komen ze allemaal overeen met elkaar. Dit heeft niet zoveel meer te maken met de theorie. Want voor de theorie hoef je helemaal deze formule niet te weten. Je moet gewoon weten, baanversnelling is afgeleide van de baansnelheid. En dat klopt dan met vroeger, maar ja, dat hoeft jullie niet te boeien. Dus wat we gaan doen is, jullie gaan natuurlijk in de vakantie allemaal kijken naar deze filmpjes en denken van, we gaan een som maken. Dus laten we gewoon zo doen dat we na de vakantie som 61 eventjes bespreken. En dan kunnen we in die les kunnen we nog twee andere sommetjes doen. En dan zijn we klaar met het hoofdstuk en doen we daarna lekker de D-toets. Dus dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Thank you.